Hallo, ik ben Rafael Kroles, 19 jaar, student en ook ondernemer op het Winnersheim Flevoland. Waarom ik voor Winnersheim heb gekozen? Ja, ik woon hier heel dichtbij in de buurt, dat was één reden. Maar daarnaast was ik op zoek naar een speciale opleiding op het gebied van ondernemerschap. Die was er toen op het moment niet. Ik heb een paar studiekeuzetesten gedaan. Toen kwam ik uit op Small Business and Retail Management. De Associate Degree Ondernemen, die kwam toen en ik had hem doorgenomen. En ik dacht, wauw, dit is echt iets voor mij hier in de buurt. En zo ben ik er terecht gekomen. Ik had al sinds 16 jaar de ambitie om voor mezelf later iets te beginnen. Alleen ik wist nog niet hoe. Heel veel boeken gelezen, maar ik dacht aan mezelf, ja, een opleiding die daar dieper op ingaat, waarmee je van een idee echt tot een concreet onderneming kan gaan, dat is voor mij gewoon doorslaggevend. Ik ben nu een tijdje op weg en wat me is opgevallen, wat mezelf ook heel erg bevalt aan de opleiding, is dat je heel vrij bent met het idee. Er is geen goed of fout. Er wordt wel gekeken van oké, wat zijn essentiële punten die je daarin moet verwerken. Maar verder ben je heel vrij, dus kan je zelf invulling geven aan je idee. Concreet voorbeeld, ik heb bijvoorbeeld mijn idee is met online marketing. Er zijn mensen die verkopen producten, zoals bijvoorbeeld spijkerbroeken, t-shirts. Iemand die een eigen tattoo salon wil beginnen. Iemand die aan de slag gaat met handel. Dus zo zijn ideeën heel divers, maar dat je toch wel aan de slag gaat met je eigen idee. Voor de student die nog twijfelt, oké, wil ik doorstuderen? Wil ik zo'n opleiding van 4 jaar volgen? Of wil ik na 2 jaar kijken, oké, is het HBO toch iets voor mij? Wil ik aan de slag met ondernemen of wil ik gewoon aan het werk? Voor die student zou ik het aanraden. En voor de student die houdt van doorzetten. Die weet wat hij wil en gewoon leergierig is.